Dit is hem, de nieuwe trots van het Belgische leger, de NH90 of NATO Helicopter for the 90s. België bestelde er 8 in 2007. Ze kosten 40 miljoen euro elk en defensieminister De Crème mocht vandaag de eerste in ontvangst nemen in Zuid-Frankrijk, met vertraging. Wanneer je het zou bekijken op jaarbasis is er eigenlijk anderhalf jaar achterstand. Maar we gaan het kunnen inhalen. De toestellen komen ook in het voorjaar aan. Het personeel kan in opleiding gaan en eigenlijk zijn we tegen de zomer operationeel. Deze versie dient vooral voor troepentransport. 20 soldaten of 12 gewonden op draagberries of 2,5 ton vracht. Ons leger krijgt er zo 4. In de lente komt ook de eerste van 4 NH90's in marineversie. 2 worden op de Belgische fregatten ingezet, bijvoorbeeld voor duikbootbestrijding of de strijd tegen piraterij. De andere 2 zullen vanuit Kokzijde zoek- en reddingsacties op zee uitvoeren, search and rescue. De 40 jaar oude Sea Kings krijgen dan hun verdiende rust, een hele verbetering. We gaan rapper, we kunnen in feite veel meer nemen. Het is een heel efficiënt helikopter volgens mij om de Sea King te laten vervangen. En heel belangrijk, ook onze buurlanden en andere NAVO-partners gebruiken de NH90. We zullen dus beter kunnen samenwerken. Onze toestellen in de marineversie kunnen landen op Nederlandse fregatten, kunnen aan boord gaan van Franse toestellen, samen met Duitsers opdrachten uitvoeren. En dat is de essentie. We hebben al anderhalf jaar langer op deze eerste Belgische NH90 moeten wachten en we zullen minstens nog 7 maanden geduld moeten hebben vooraleer we dit toestel in het Belgische luchtruim zullen zien vliegen. Want de eerste Belgische piloten krijgen hun opleiding op deze helikopter hier in het zuiden van Frankrijk. Boudewijn van Spilbeek voor het nieuws in Marignan bij Marseille.